naast met je karren. Even naast de wielen, kom maar weg. We zijn in de veiling. Ja. Voor de opening, jongens.
Naar de rest. Er kwamen steeds meer nieuwe dingen bij. In 2009 kwam de eerste melkveehouderij. Inmiddels lopen er 4 locaties de koeien rond, iets wat je altijd al leuk vond. Bij groei moet er natuurlijk ook meer personeel zijn en werd het kantoor toch echt klein. De vrachtwagens worden allemaal meer, waar zet je die dan allemaal neer? Hier op H2O heb je alles bij elkaar en is het nu zo goed als klaar. Zo heb je altijd je ambities nagestreefd en is het iets geworden waar je echt voor leeft. We hopen dat... Männer!